Het is 's ochtends vroeg en de B-ploeg begint aan haar 24-uursdienst. Elke ochtend worden de autospuit en de autoladder gecontroleerd en getest. En zo kan Marcel ons ook tegelijkertijd even van het mooie uitzicht laten genieten. Zo ongeveer 26 meter als je maximaal staat, rechtop. Ja, daar moeten we niet vanuit gaan. Dan kunnen we niet... Er staat al een stuk van de gevel af natuurlijk. Maar je ziet dat je met deze ladder toch wel, als je kijkt zo de gebouwen zo, dat je toch wel eigenlijk vrij ver overal bovenuit komt. Dat je in principe wel overal bij kunt komen. Amsterdam in de morgen. Dan heb je het Okura Hotel. De Rai. Even kijken. Als je helemaal in de verte kijkt, ik weet niet of je dat kan zien. Als je tussen de Okura en die kerk daar in het midden ervan, dan zie je de arena. Dan zie je een heel klein bolletje zo in de verte. Nou, dit is de Puiton, hè. De Albert Kuipmarkt erachter. Nou, het Rijksmuseum heb je hier. Dichtbij. Een van de taken van de brandweer is het geven van voorlichting. Om uit te leggen wat de brandweer doet en om mensen bewust te maken van het gevaar van brand. Vandaag krijgen de leerlingen van het Montessori Lyceum vlakbij kazerne Werk bezoek van de B-ploeg. Eigen veiligheid is een van de belangrijkste dingen die hier namelijk is. Kazernechef Richard Standaar laat de leerlingen beelden zien van de brand in Bradford in 1985. 52 mensen kwamen toen om in een voetbalstadion. We zijn anderhalf minuut ver. Mensen rennen nog steeds weg van de tribune die in brand staan. En hierbij zijn ook al een hele hoop doden bijgevallen. Bij de dooddrukken tegen het hek aan. Hè. Kijk, daar komt die aan. Anderhalve minuut. Het drama begon met een supporter die wat papier in brand had gestoken. De leerlingen zijn duidelijk onder de indruk. Anderhalve minuut. Optimale brandsituatie. Heerlijk droog hout. Temperatuur is aanwezig. Zuurstof volop aanwezig. En wat Jan net ook al aangaf, kijk de dikke zwarte rook. We zitten nu op 3,5 minuut bijna en dit is het resultaat van een beetje papier in brand steken op de tribune. Kijk, zie je die man in brand staan daar? En neerleggen, slachtoffer in brand, altijd neerleggen op de grond. En daar de vlammen, dan niet slaand uitmaken, maar proberen het zoveel mogelijk te deppen en niet meer slaan. Nou, het is bijna afgelopen, die 5 minuten verder zijn we nu. Maar je moet altijd zo rekenen, op het moment van gevaar, dat we jullie eruit gaan, moeten wij erin. Dus is het altijd gevaar. Nou, daar mag je best bang voor wezen.